Twee belangrijke stappen voor parallelouderschap met een narcist. Deel 1. Stap nummer 1, acceptatiepunt. Het is van vitaal belang om te beginnen op de gezondste weg voor u en uw kinderen. Het is van vitaal belang om te accepteren dat deze co-ouderschapservaring plaatsvindt. Dat u niet met een redelijk persoon te maken hebt. Dat die co-ouderschapservaring niet de gezondste weg is. Dat de standaard betrokkenheidsregels niet van toepassing zijn. Verwacht niet dat deze persoon het juiste doet, zich eraan houdt of co-ouderschap harmonieus maakt. Laat die eis los. Laat al je getraumatiseerde trauma erover los. Begin je op je wezen te concentreren. Begin met het genereren van wat je kunt om het beste uit de situatie te halen. Weet dat je klaar bent voor de lange termijn. Accepteer dat dit ouderschap voor de lange termijn is. Als je verstrikt blijft in de slachtoffergevoelens van de situatie, zal het moeilijk zijn om er als overwinnaar uit te komen. Als je verstrikt blijft in de slachtoffergevoelens van de situatie, zal dit ook zeer schadelijk zijn voor je kinderen. Het grootste geschenk dat we onze kinderen nooit kunnen geven, is de kennis dat het leven citroenen kan verwerken en dat we de middelen en de manier hebben om limonade te maken, ongeacht hoe vreselijk het is van deze citroenen. Door onze slachtofferschap door te geven aan onze kinderen, zullen ook zij trauma blijven en de cycli van misbruik in hun leven en het leven van hun toekomstige generatie voortzetten. De cyclus gaat door waarbij ze zich hechten aan mensen waardoor ze zich slachtoffer, in de steek gelaten en misbruikt voelen. Ik beloof je dat het niet waar is dat zowel wij als onze kinderen niet kunnen genezen als er sprake is van co-ouderschap. Er zijn meer mensen met parallelle opvoeding goede ervaringen met narcisten dan je je zou kunnen voorstellen. Dit is geen onverwacht geluk. Het is omdat ze hun situatie hebben geaccepteerd, hun mouwen oprollen en heel hard hebben gewerkt aan hun wezen en het opzetten van wat nodig is om dit te bereiken. Wat valt er nog meer te doen? Stap nummer 2, emotionele genezing en onthechting. Punt. Wat de narcist de energie geeft die nodig is om je te blijven kwetsen, zijn je emotionele triggers. Triggers die u, als ze niet worden gebruikt, vooral ontsporen. Ik geloof dat er geen grotere angsten zijn dan die verbonden zijn aan het feit dat onze kinderen gewond raken, of de angst om ze te verliezen. En ik weet dat dit een van de moeilijkste innerlijke werkzaamheden is die je ooit kunt doen. Maar hoe contra-intuïtief het ook is en moeilijk is om te doen, als je deze trauma's loslaat, zul je er krachtiger en solider uit tevoorschijn komen. Je zult absoluut in staat zijn om op overtuigende, duidelijke manieren actie te ondernemen zonder te worden ontspoord door je innerlijke getriggerde trauma. Vervolgens weet u bij dagelijkse oneerlijke activiteiten of bij het manoeuvreren met een narcist wanneer een specifiek bericht geen reactie vereist, terwijl het eerder u in een depressie kon sturen. Je zult in staat zijn om grenzen te hebben, vast te houden en af te dwingen zonder angst. En u zult in staat zijn om zacht, liefdevol en solide op uw kinderen te reageren, op manieren die hen machtigen in plaats van ze te laten verdrinken in diepere slachtofferschap. Deze stap is volkomen fundamenteel. Deze stap is essentieel. Deze stap maakt echt het verschil tussen worstelen met co-ouderschap en het bereiken van parallelouderschap dat werkt. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Als je parallelouderschap probeert, terwijl je nog steeds niet acceptatie van de situatie voelt, getriggerd en het slachtoffer wordt, zul je niet in staat zijn om soliditeit en veiligheid te creëren. Dit komt omdat de narcist de hele tijd nog steeds de psychische energie van je ontvangt om achter je aan te blijven voor narcistische voorziening. Je zult ook ontdekken dat de juiste mensen, hulp, antwoorden en doorbraken niet komen als er nog niet vrijgegeven trauma's in je schreeuwen. Wat in plaats daarvan komt, is leven genererend in je meer van je reeds bestaande getraumatiseerde innerlijke geprogrammeerde overtuigingen over je situatie. Het narcistisch misbruikherstelprogramma, NARP, met het kwantum innerlijke proces helpt je het trauma van co-ouderschap met een narcist los te laten. Het is het werktuig die deze mensen, die met succes parallel ouder zijn, gebruiken. Ik heb ouders me laten vertellen dat ze geen tijd hebben om het innerlijke genezingsproces te doen, vanwege al het werk met de kinderen en de gevechten met een narcist. Maar eerlijk gezegd is dit het moment waarop we dit innerlijke werk het meest moeten doen. Het is de enige manier die je kunt om van het trauma hamsterwiel af te stappen met een narcistische ex. Bekijk ook deel 2. Liefs. Annemie Persintekler, kortopedagoge. Meer over parallelouderschap vind je op narcisme.blog als je de zoekfunctie gebruikt. Vergeet niet deze video een hartje te geven. Dankjewel.